Ik heb een hele tas vol. Oh, hij is serieus goed geluidsdicht. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action Nederland. Vandaag ga ik 10 dingen halen die handig kunnen zijn voor het gamen bij jou thuis. Mijn naam is Aldo. Jullie kunnen mij kennen van TikTok, YouTube of Instagram. Ik heet daar glimlach altijd op. Vergeet zeker ook even niet te liken en te reageren en natuurlijk te abonneren. Dan ga ik nu naar de Action. Zo, ik ben aangekomen bij de Action voor 10 handige gamespullen. Dus let's go. Er staan echt heel veel gamingspullen. Ik zal even laten zien wat er allemaal is. Om te beginnen hebben we natuurlijk allemaal muizen. Mooie muizen. Vette LED-verlichting. Muismatten, boxen, speakers, we hebben keyboards, nog meer keyboards, camera's, oortjes, koptelefoons, VR-brillen. Nou, het is echt ongelooflijk. Nog meer speakers, nog meer koptelefoons. Ik bedoel, deze Pokémon koptelefoon, nou, ik zou hem zelf niet kopen, maar als je grote Pokémon fan bent, zou ik dat wel doen. Als eerste ga ik sowieso deze vette muismat verkopen. Ik heb die muis, die heb ik al. Ik heb het toetsenbord. Van de Action heb ik ook al. Is altijd handig. Ook als je een eigen Nintendo Switch hebt. En toevallig heb ik die. Kijk heel deze band helemaal vol. Jongens, ik heb 10 hele gave dingen voor jullie uitgezocht. We gaan nu even afrekenen. En dan ga ik het jullie zo even één voor één rustig laten zien. Maar ik denk dat heel mijn gaming set nu echt gewoon compleet is. Zo, ik heb even gescoord bij de Action. Ik heb een hele tas vol. 10 producten. En die ga ik jullie nu even één voor één laten zien. We gaan beginnen met het eerste product. Dat is natuurlijk een mooi toetsenbord. Een vet toetsenbord van Battletron. Mooie lampjes. Nou, er staat op professioneel gaming keyboard. Nou, dat is dus handig als je gaat gamen op de computer. Maar je kan hem ook gewoon gebruiken als gewoon toetsenbord. Voor als je niet gaat gamen, als je aan school gaat zitten. Zo, ik heb hem uitgepakt en hij ziet er echt super gaaf uit. Kijk, hij geeft allemaal coole lampjes. Maar goed, normaal als je hem goed in de computer steekt, dan is hij helemaal gekleurd. Heel erg vet. Ja. Ideaal voor als je bijvoorbeeld Fortnite gaat spelen, FIFA, Warzone, hebben we nog meer spelletjes. Genoeg spelletjes, League of Legends, noem het maar op. Ideaal toetsenbord, hij ligt heel lekker in de handdoek zeg. Echt heel lekker. Je kan deze hier voorleggen. Zo, met magneetjes zit het vast. En dit toetsenbord van Battletron is maar €24,95. Nou, ik vind het echt niet duur. En hij ligt serieus heel erg fijn in de hand. En je hebt een mooie LED-verlichting. Ja. Heel tevreden. Ik ben echt een topding. Ga ik door naar de tweede. Een mooi bijpassend muismatje. Gaan we even openmaken. Wow. Deze is nog groot ook, hè? En zo te zien geeft hij ook licht. Hier een mooi draad. Dan hebben we dadelijk een muis. Wow. Hey, hoe vet is dat? Maar als je deze dus in je computer steekt, heb je ook nog een mooi LED-licht. Dus heb je mooi LED-licht met je computer, met je toetsenbord. Mooi LED-licht met je muis. Mooi LED-licht met je muismat. Ja, mooi dingetje. Gaan we door naar de volgende. Ik heb het net al benoemd. We hebben een toetsenbord gehad. We hebben een mooie muismat gehad. En nu de Battletron muis. Hebben we hier nog een muis? Kijk, zo. En volgens mij heeft deze ook mooi ledlicht. Ja hoor, kijk eens. Heel gaaf ledlicht. Voor mij die springt. Ja, hij verspringt. Nou, dan hebben we de muismat. Dan hebben we de muis. Ligt heel fijn in de hand. Ik ben er echt heel erg blij mee. Top, top, top. De muismat is €5,95. En de muis erbij is €4,95. Hebben we een volgende artikel van Battletron. Ja, alles van Battletron is natuurlijk een gave koptelefoon. Zo. Deze stop je dan bijvoorbeeld in je controller. Of in je Nintendo Switch. Links, rechts. Zo. Wow, hij is serieus goed geluidsdicht. Als je deze op je hoofd hebt, heb je ouders geen last meer van je. En kun jij gewoon lekker je favoriete game spelen. Deze koptelefoon kost €9,95. Gaan we door naar het volgende artikel. Nog iets van Battletron. Dit zijn speakers. Die kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. Voor het geval je even alleen thuis bent. Volgens mij heeft deze ook mooi letterlijk. Een chique idee. Mooie speakertjes. Zoals je ziet geeft hij ook lichtjes. Echt super vet. En ook deze bonkjes kosten €9,95. Ideale toevoeging voor heel jouw game set. Ik heb nu nog 2 artikelen van de Battletron. Maar dit is voor mijn Nintendo Switch. Voor het geval je een Nintendo Switch hebt. Ideaal. Om mee te beginnen, zo te zien is mijn Nintendo Switch een beetje stoffig. Dus wat hebben we daarvoor? Grundig Screen Cleaner Kit. Deze kan je gebruiken voor je beeldschermen, op je computer, op je televisie. We gaan hem even uittesten. Een paar mooie doekjes. Gaan we even schoonmaken. Het ruikt wel lekker. Je kan er heel lang mee doen. Hij kost maar €1,99. Gaan we door naar het volgende. Dan blijven we even bij het schoonmaken. Anti-dustspray. Ideaal voor jouw toetsenbord. Kijk, deze is natuurlijk nu nog schoon. Maar als je hem een tijdje hebt gebruikt, kan je gewoon zo.
Zo. Plaats je even al stof eraf. En het zorgt ervoor dat het al jouw stof van het toetsenbord eronder vandaan haalt. Dus echt, ja, top. En deze kost? Deze kost €1,99. Deze kan je natuurlijk ook gebruiken voor je printers, voor je schrijfapparaten, cameralenzen zelfs, toetsenborden. Ja, eigenlijk voor alles in huis. Gaan we door naar de volgende. Is een screen protector van de Nintendo Switch. Kan je ook gelijk mooi combineren. Het is een schoonmaakdoekje. Ik kan hem even openmaken. Het zijn twee doekjes. De natte, om het mee schoon te maken. En de droge, om het mee droog te maken. En daarna kan je mooi die screen protector er zo opleggen. Maar dit is ideaal om jouw beeldscherm te beschermen natuurlijk van krassen en weet ik het allemaal. Dan pak ik nu even de laatste twee artikelen erbij. Die eigenlijk gewoon bij elkaar horen. Allebei van de Nintendo Switch. Een mooie beschermhoes. Ook weer voor als je een beetje onhandig bent en je hem gewoon mee wilt nemen. Of achter in de auto of in het vliegtuig. Stop je hem er zo mooi in. En dan heb je hier ook nog ruimte voor al je spelletjes. Dan heb ik hier nog een beschermhoesje voor de controllers van de Nintendo Switch. Je hebt nog veel meer verschillende soorten beschermhoesjes voor de Switch. Ja, ik heb de grijze gekozen. Die vond ik wel heel vet. Deze zijn €1,99. En de andere beschermhoes om mee te nemen is €3,95. Dan heb je hier een mooie beschermhoesjes voor je Nintendo Switches. Je hebt een mooie beschermlaag voor je beeldscherm. Die heb ik er nu nog even niet opgezet. En een mooie meeneemkit. Helemaal niet duur. En dan kan je zo je Nintendo Switch meenemen. Dit is alweer het einde van de video. Laat even weten wat je van deze video vond. Ik heb mijn ideale gaming set nu bij elkaar gesprokkeld. Echt top. Ik heb koptelefoons, een muismat, een muis, toetsenborden, bescherming voor mijn Nintendo Switch. Echt top. Hopelijk heb je wat aan deze video gehad. En kan jij nu je ultieme gaming set en voor een mooie prijs samenstellen. Ik ben heel erg tevreden. En ja, hopelijk jij ook. Vond je het nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video.